Zo, hey thuis, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. We gaan vandaag beginnen met de vloer tegelen. Ik heb hem alvast schoongeveegd en schoongemaakt. Alle lijm verwijderd van de wandtegels, wat is gevallen. We gaan nu eerst eventjes voorstrijken en dan gaan we de tegels verdelen. Nu gaan we beginnen met het uitmeten van de vloer. Dit zijn de tegels die we gaan gebruiken. De maat is 73 bij 73 centimeter. Vrij groot en een onhandige maat. Eens kijken of we hier kunnen beginnen met een hele. Een klein strookje krijgen we hier van 11 centimeter. Als we aan die kant beginnen met een hele, eindigen we hier met een stuk van 57,5. Dat is mooi. Hele langs de zijkant van de bak. 36. Dus we beginnen zo met een hele aan die kant, naast de douchebak, mooi met een hele aan de strip. Gaan we lijm mixen en dan gaan we beginnen. Ook bij deze klus gaan we weer gebruik maken van clips en wiggen. De batterij was net leeg, jammer, dus hadden we het eerste stukje mooi kunnen filmen. Ik begin eerst aan deze kant. Plak hier nog één baan met twee hele en een basstuk in. Dan kan ik de maat overnemen en in de douchebak beginnen. En zo verder achteruit werkend naar de deur toe om de vloer te voltooien. Ook bij tegels van dit formaat vind ik altijd fijn om de achterkant even goed in te kammen met de V-kam. Om hem goed in de lijm te zetten. Het eerste stuk van de douchebak heb ik vast uitgelegd. Ik ben begonnen met dit stuk toen de RVS strip. Toen kon ik dit stuk goed meten dat het doorloopt. De stripdikte eraf schagen. Deze voeg loopt nog mooi door.
De vloer ligt erin. De badkamer is voor zover klaar. In de volgende video gaan we hem voegen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.